Joop van den Ende probeert het opnieuw te maken op Broadway in New York. Vannacht ging daar de musical Rocky in première. Van den Ende produceerde de show die in Duitsland al een groot succes is. En nu moet hij dus de Amerikanen zien te overtuigen. Het is misschien niet aan hem af te zien, maar voor Joop van den Ende is dit een van de spannendste dagen uit zijn carrière. Ik ben heel erg nerveus. We zijn op Broadway. Joop neemt me mee naar het theater waar zijn musical Rocky vanavond in première gaat. New York, Broadway, hier wordt het gemaakt. Rocky is gebaseerd op de gelijknamige film met Sylvester Stallone over een amateurbokser die het opneemt tegen de wereldkampioen. Check Angie, 1, 2, 3. Zoals altijd pakt Joop flink uit. Hallo. Het decor bijvoorbeeld is 4 keer zo duur als destijds de hele film. De boksering die komt helemaal, die hangt daarboven. Die hangt boven me daar. En dan komt die ring naar beneden toe en die gaat dus de zaal in. In plaats van deze stoelen? Ja, dus over de stoelen heen. Er staat een boel op het spel voor Van den Ende. Deze show kost $18 miljoen. Het moet een kassucces worden. Van den Ende weet maar al te goed dat het flink mis kan gaan. In 1993 werd zijn musical Cyrano een immense flop. Ik ben nog niet verslagen. Hij probeerde het opnieuw met eigen product, Sister Act. Dat werd in New York geen knaller. Hoe groot hij in Europa ook is, hij moet zich hier blijven bewijzen. Ik ben 72 geworden. Het is net of ik ieder jaar nog 10 keer examen doe. Dus het voelt een beetje als je eindexamen, zeg maar. Maar dat is nog wel leuk om te doen. Ja, nog steeds vind ik het leuk. Het is een beetje gek natuurlijk. Ja. En dan tijd voor de première. Alleen maar lof voor Joop. Without him, I wouldn't be here. So I asked him that last night. I said, why'd you do this? It's such an American show. Why would you? He goes, because it's a human show. He's got brilliant taste and nobody does theater better than you. Ik ben nu rustig, maar de zenuwen komen straks weer als de recensies komen. Nou, die zijn binnen en niet echt positief. Als musical stelt het niet veel voor, wordt geschreven, maar het publiek krijgt wel een spektakel. Maybe a song here and there doesn't work quite. Maybe there's a visual sequence that is just sort of not necessary perhaps, but the whole thing works. Grotere applaus heb ik nog niet gehoord op Broadway, dus ik ben heel tevreden. Toch is het te vroeg om succes te vieren. Daarvoor moet de show nog minstens een jaar volle zalen trekken. Erik Mouta, RTL Nieuws, New York.